Wat is Funny Fit? Ja, Funny Fit is eigenlijk een soort game-leercentrum waar het bewegen toch ook wel een heel belangrijk aspect is. Maar het samen bewegen. En het gebeurt hier eigenlijk allemaal in dit gedeelte, in het middengedeelte. Maar je kunt ook heel veel andere dingen doen. Bijvoorbeeld hier gamen met iemand buiten het Funny Fit, in het buitenland bijvoorbeeld. Wat vindt u hier van het Funny Fit zoals het er nu bij ligt? Ja, geweldig. Hier steeds meer ontwikkelingen. En het is mooi te zien dat het goed blijft en dat mensen enthousiast zijn en dat er steeds meer groepen komen. Ook verschillende soorten groepen. Mensen met dementie, kinderen met autisme. Nou ja, noem maar op. Er worden leerprogramma's opgestart. Ja, het is fantastisch om te zien. Waarom is het zo belangrijk voor deze doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking? Nou, je ziet dat je, kijk, met games kan je instellen op diverse niveaus. En je ziet dat, en het beeld, dus wat je ziet, en het instellen van de game, zeg maar, op een misschien wat lager niveau, dat aanspreekt. En het blijkt ook, in ieder geval in de afgelopen jaren, dat als je dat beeld meer zegt, ook in educatie en in voordoen, zeg maar, dat mensen meer bewust maakt van iets dan wanneer je iets een boekje geeft of iets vertelt. Is dit nou uniek in Nederland? Ja, zeker. We hebben toen nationaal heel veel aandacht gehad. En internationaal ook. Zelfs bezoek uit Amerika. Ja, die vonden dit geweldig. Goed concept. Heel veel mogelijkheden. Ook heel veel toekomstmogelijkheden. Ja, weet je, je wilt altijd meer. Ook toen al. Ook meer interactieve vloeren. Maar ja, weet je, geld, hè. Want dit heeft toch wel heel veel geld gekost. Wat vind je zelf de leukste game? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk het skiën. Ja, dat is toch, weet je, ervoor staan en dan met elkaar. Ja, dat is toch. En het is zweten. Het is echt hard werken.